Het was een rustige dag vandaag thuis en ik zat dus lekker een video te editen. Alleen wat ik niet wist, is dat er iemand de kamer binnen kon slopen. Alleen om wat voor reden zal dat zijn? En daar lig ik dan, down op de grond. Alleen wat gaat er met mij gebeuren? Hé, wat dit betekenen? Gast, wat doe je? Wat gebeurt er? Oh my god, wat ga je doen? Dude, nee, doe normaal. Oh nee. Ik zie niks. Au, oh, waarom zo strak, gast? Oh nee. Oh, ik zie niks. Gast, wat ben je mee bezig? Nee. Oh, ben je serieus? Oh my god. Oh, dit is echt niet chill, man. Dude, wat heeft dit te betekenen? Oh, dude. Huh? Zitten. Nee, waar gaan we naartoe? Ik ben dus in de auto gegooid, maar ik durf niet te zeggen waar het naartoe wordt gebracht, dus dat moeten we zien. Maar het lijkt erop alsof ik in een soort spel zit. Alleen, wat voor spel? Oké, ik weet oprecht niet waar we naartoe gaan, maar ik heb het idee dat ik ergens gedropt ga worden, want het ziet er nog niet erg bepaald uit dat ik... Ik weet niet, ik heb een blinddoek om, ik kan wel op praten, mijn handen zijn los, maar... Waar ga ik in godsnaam naartoe? Daar gaan we snel achter komen, mensen. Ondertussen zijn we nog steeds aan het autorijden. Alleen, like even deze video en abonneer even dit kanaal met het notificatiebelletje aan. Dat zou hartstikke top zijn, jongens. Ik heb het idee dat we bijna aan zijn gekomen. Zou ik alsjeblieft wel gewoon een vest aan mogen, want... Dat is het enige wat je mee mag nemen. Oh, gelukkig, want het is echt super koud, mensen. Weet je wat, volgens mij worden we zo gedropt. En ik zweer het je, ik ben echt heel benieuwd hoe het eraan toe gaat. En, oh my god, voor mij echt... Wow. Oké, hier schrok wel een beetje van. We zijn geraamd. Ik denk dat we eruit moeten. Dus let's go. Wij zijn aangekomen op bestemming en ik word dus meegenomen. Alleen waar hij mij naartoe wil nemen, daar kunnen we snel genoeg achter. Uitstappen. Oké, mensen, als het goed is, is het verhaal nu begonnen. Oh my god, ik ga nu op mijn vest staan doen. En ik denk dat ik het ongeveer wel weet. Maar we komen er wel achter wat ik moet doen. Maar in ieder geval, dit zit hier wel een stuk warm, want anders is het echt veel te koud. En ik word dus meegenomen. Maar ik wil even jullie aan iemand voorstellen. Namelijk aan mijn vrienden Bram en Teun. 1 like is 1 hartje voor hun. Maar ik denk niet dat er veel tijd voor grapjes is, want die wordt dus gewoon doodleuk meegenomen naar het bos. En dit ziet er niet echt bepaald best uit. Ja, joh. Ja? Luister goed. Over 5 minuten mag je blinddoek afdoen. Ik heb op je telefoon gezeten en je bent niet bereikbaar voor anderen. Alleen ik ben bereikbaar voor je. Dus je GSM doet het niet. Ja? Oké, begrepen. Over 5 minuten mag je meld doen. Dankjewel. Oké, mensen, ik weet niet wat hierop staat te wachten. Maar in ieder geval, ik ben eens gedropt en over 5 minuten mag mijn blinddoek afdoen. Dus laten we even wachten tot 5 minuten voorbij zijn. 5 minuten later. Oh my god. Oké, de eerste 5 minuten zijn voorbij. En er is een camera wel niet van meegenomen. Dat scheelt weer. En wacht eens even. Er is voor mij letterlijk iets in de bosjes. Nou, deze pleur ik even weg. I got it. Laten we even samen gaan oplezen wat er staat. Oké, als eerste staat erop Dag Dalano. Oké, die gast kan niet schrijven volgens mij. Je zit nu in het bos. Welk bos ga ik je niet zeggen? Je hebt opdrachten die jij moet voltooien. Voltooi je deze niet, staat er iets vreselijks op je te wachten. Voeg mij toe op Snap voor de opdrachten. Anoniem 1628. Maar let op, ik zie alles. Maar jij ziet mij niet. Je hebt 60 minuten. De tijd loopt nu. Ik denk dat de opdracht duidelijk is. Laten we lekker gaan beginnen. En als eerste ga ik me even toevoegen. Wat is de Snap ook alweer? Oké, anoniem 1648. Laten we die als eerste even toevoegen en kijken of we hem kunnen vinden. Oké, mensen, daar gaan we dan. Anoniem 1628. Oké, is dit hem? Oké, laten we hem even gaan toevoegen, want ik denk dat het wel hoogste moment is daarvoor. En we hebben hem toegevoegd. Ik ben benieuwd of dit is geaccepteerd, dus laten we even op wachten. A few moments later. Oké, de eerste opdracht is als het goed zo binnen, want hij heeft me een Snap gestuurd en er staat dus op dit. Laten we even gaan openen. Ik ben heel benieuwd wat er eigenlijk op staat. Hallo, Dalano. Klaar voor je eerste opdracht? Laten we er even antwoord op geven. Ja, wat zal de eerste opdracht zijn? Voilà, uitgestuurd. En ik ben benieuwd wat erop staat te wachten. A few moments later. Oké, guys, de allereerste videoboodschap is binnen. Ik ben heel benieuwd wat hij te melden heeft. Dus laten we even deze gezamenlijk gaan kijken. Dus let's go. Ik heb mijn geluid even goed aanzetten. Zo, Dalano. Tijd voor je eerste opdracht. Ik zie jou trouwens. Maar hij ziet mij niet. Maar gelukkig dat je de briefjes hebt gelezen. Jouw eerste opdracht is zoek 3 verschillende objecten in het bos. Succes. Oké, dus ik moet 3 verschillende objecten in het bos vinden. Ik weet niet wat voor objecten het zijn, maar ik moet er blijven achterkomen wat. Maar ik ga ervan uit dat ik een blad moet zoeken, een tak en een eikel. Ik denk dat dat op zich wel redelijk is. En ja, die vent die mij verkidnapt is ook een eikel. Nou, ik denk dat die bladeren niet zo heel moeilijk is. Kijk, hier hebben we natuurlijk een tak met bladeren. Dus dat zijn eigenlijk al 2-in-1 objecten, maar ik wil het wel eerlijk houden. Dus we gaan voor een normale tak. Kijk, dit is al een tak. Nou, of ja, trouwens, wow. Oké, hier kan ik hem prima mee slaan, maar laat het even niet doen. Oké, nou, hier hebben we al een normale tak. Alleen een eikel. Wat ga ik dit nou weer vinden? Ik heb maar 5 minuten of zo de tijd, dacht ik dus. Oh, we moeten opschieten. Ik zweer het je. Ik weet niet wat je eikels kan vinden, maar laten we gaan zoeken. En natuurlijk zijn we super dom geweest, want er zijn helemaal geen eikels in de zomer natuurlijk. Nou, hier gaan geen eikels liggen, dat weet ik wel. Maar misschien daar. Zoeken in alle hoeken. Oh nee, we hebben nog steeds van eigen gevonden. Oké, ik heb de Snap van hem ontvangen, dus ik ben blijkbaar niet op tijd. Laten we de Snap gaan openen en oh my god, ik zweer het je, ik weet niet wat ik hiervan kan verwachten, maar we gaan kijken. Zo, Dalano, niet gehaald hè, binnen de tijd. Ik zou wel gaan rennen als ik jou was. Ah, wat? Nee. Oh my god.
Het heeft maar liefst een kwartier geduurd. Maar uiteindelijk hebben we toch weer een nieuwe opdracht gehad. Ja, volgens mij zijn de eerste 20 minuten alweer voorbij. Kom op, schiet eens even op met die opdrachten. Kijk, ga eens kijken wat hij te zeggen heeft, hè. Zo, Delano. Je bent heel goed weggekomen van mij. Moet je trouwens even een plaspauze? Nee, of niet? Ons niet mijn darmen maar even. Oké, hij zei dat ik een plaspauze moet nemen. Dus waarschijnlijk moet ik een Dixie gaan zoeken in de bos. En daar dus een plaspauze gaan nemen. Waar kunnen ze eigenlijk zijn? Ik weet het niet. Misschien ben ik dichtbij, misschien niet. Ik hoop het. Daar gaan we dan op zoek naar een Dixie. En nee, ik was niet van plan om te gaan zwemmen. We zijn bij opdracht 2 en ik heb het van haar helemaal gehad eigenlijk. Oké, volgens mij heb ik al een aanwijzing gevonden. En volgens mij is het daar ergens. Dus weet je, laten we op die plek afgaan. Want ik zie de Dixie staan. Jawel. Oké, ik moet echt heel nodig een pipi gaan doen. Maar ik hoop dat het open is. Hallo? Hallo? Wie is daar? Nee. Nee. Oké, mensen, ik ben hier de hele tijd aan het wachten. En voor mij heb ik eindelijk iets van mijn telefoon binnen gehad. Want ik voelde iets trillen. En jawel, ik heb er een step binnen gehad. Laat ik even de screen recorder gaan aanzetten. En we gaan even kijken wat er in die step staat. We hebben nog maar een half uur over. Het duurt ook niet zo lang dat hij het verzint. Kom maar, het mag wel iets sneller gaan, hè? Goed, voor mij heb ik iets van 5 opdrachten in totaal. Dus laten we gaan kijken. Zo, Delano, praat voor ons over nu. Er is een speeltuin ergens in het bos. Zoek de speeltuin. En ga in de houten kist zitten. Ik denk dat de opdracht wel duidelijk is. We moeten op zoek naar een speeltuin en moeten ze in de houten kist gaan zitten. Dus let's go. Oprecht, ik zweer het. Waarom is dat het zo lang zoeken voordat we ergens aankomen eigenlijk? Oké, mensen, we komen dus aan bij de volgende plek. En dat is dus de houten kist. En die staat dus achter mij hier zo. Dus hier moet hij dan inkomen, denk ik. Oké, en hier is wel wat zand. Maar weet je, we gaan er gewoon in zitten. Dat staat dus de opdracht. Wow. Dit ging niet echt heel soepel. Een klimmel. Maar goed, we zitten erin. En nu? Wie is dat? Hallo? Wat? Ik ben het. Nee. Are you kidding me? No. Run. Oké, ik heb echt niet zoveel tijd meer over eigenlijk. Ik heb iets van 18 minuten over, dus we gaan even de bericht van Anoniem even openen. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Oké, daar gaan we. Zo, Delano, weer goed van me afgekomen. Misschien heb je wel een beetje dorst van al het rennen. Neem een hapje van deze sloot. Echt doen. En let op, ik zie alles. Meen je dit? Nou ja, ik moet dus blijkbaar een hapje gaan nemen van het water. Nou ja, voor mij zijn we hier in de buurt trouwens. Want ik zit te kijken hier. Nou, laat ik even een slokje gaan nemen. Oh my god, natuurlijk gaat het niet uit doen. Ben je gek? Ik mag niet te hard zeggen. Dus laat het even heel stiek gaan doen. Ik ga kijken of hier ergens zit. Even een beetje pauze. Ik zie hem tot nu toe nergens. Dus we doen even alsof we aan het drinken zijn hoor. Ah, godverdamme. Nee. Oh, dit is echt niet best. Ik zweer het je. Maar goed, weet je, we gaan door naar de volgende opdracht. We hebben iets van een paar minuten over nog, dus kom maar goed. Nou, we zijn dus bij de allerlaatste opdracht aangekomen. En ja, nogmaals, ik weet niet echt wat ik hier kan verwachten, maar het ziet er niet heel best uit. Laten we de laatste video kijken. We hebben ook nog maar 5 minuten over, dus we gaan de snap even openen. Dus, Delano, opdracht 5, de laatste opdracht. Je ziet dat ik op een locatie ben, dus hierbij krijg je een hint. Ontmoet mij hier. Duidelijker kan niet. We moeten dus nu ontmoeten. En ja, ik weet niet, het is wel een stukje lopen denk ik. Ik weet ook helemaal niet waar we zijn, dus we gaan even een stukje lopen. Dus let's go. Het moment is eindelijk aangebroken. We gaan hem ontmoeten en ik ben dus heel benieuwd wat het te zeggen heeft. Dus laten we even naartoe gaan. En ik zweer het je, ik vind het echt niks meer. Ik ben echt klaar met deze opdracht gewoon, man. Oké, het is tijd om hem te ontmoeten. Tijd voor de grote ontmoeting. Oké, daar zijn we dan. Heb ik een skelet? Top. Nou, ik denk dat het goed zit. Dus vertel. Nou, je hebt niks gedronken. Je hebt welke wel gedronken? Je weet ook alles hier. Je hebt niks. Dus hoe kun je dat zien dan? Gaat jou niks aan. Maar je zit dan wel op een goede auteursel, denk ik. Ja. Maar in ieder geval, je hebt het net aangereden. Dat betekent dat je vrij bent. Ja. Maar er is nog één dingetje. Wat dan? Dat heb jij niet gekild. Wat? Ben je serieus? Gast, doe normaal. Nee. Oh nee, help! Je kijkers mogen laten weten in de reacties waar jij naartoe gaat. Je komt in ieder geval niet meer thuis. Like op deze video, mensen, voor part 2.